kort uitleggen waar een zuurbasis titratie, wat de bedoeling daarvan is. Kijk even mee. Zoals je waarschijnlijk in het lab nu ziet, is dat je beschikking hebt over een buret. Een buret is een vrij lang gevaarte met onderin een klein kraantje en een paar Erlenmeyers of bekerglazen of wat dan ook. En waarschijnlijk een pipet. En wat is het idee? Het idee is dat we een zuurbasen titratie gaan doen. En in die zuurbasen titratie maken we gebruik van de eigenschap dat een zure oplossing wordt gekenmerkt door een H+ deeltje. En een basisoplossing wordt gekenmerkt door een OH-minion. En H+ plus OH wordt H2O. En waarom gaan we deze titratie doen, deze reactie doen? Nou, een H+ deeltje, die zure oplossing, heeft een pH lager dan 7. Een basisoplossing die heeft een pH hoger dan 7. En reageren die met elkaar, ja, hebben we een sterk zuur en een sterke basis. Dan krijgen we precies een pH van 7 op het moment dat ik evenveel zure deeltjes als basisdeeltjes heb. En dat is het hele idee. Het hele idee is dat we hebben een bekende basische oplossing, ja, van een bekende sterkte. En we hebben een onbekende zure oplossing en we willen berekenen, we willen weten, wat is de pH, wat is de concentratie H+ ionen van die zure oplossing. En dat kunnen we natuurlijk met pH-papier doen, maar het is veel nauwkeuriger om een zuurbasistitratie te doen. Dan kunnen we echt in veel cijfers achter de komma kunnen we nauwkeurig iets zeggen over die pH. Maar dan is het wel essentieel dat we goed kunnen aflezen. Ja? Dus dit is een buret en als het goed is heb je die buret gespoeld met water. Daarna met een natrolog oplossing netjes afgedroogd aan de binnenkant. En is die oplossing in de buret tot rust gekomen. En dan kan je daarna de onderkant van, ja, van die curve die de vloeistof maakt in die buret. Die kan je precies aflezen tot 2 getallen, 2 decimalen. En dat is in milliliters. Dan hebben we natuurlijk hier precies 25 milliliter of zoveel. Er staat in jouw practicum handschrift, ja, voorschrift, dus 25,00 milliliter heb je met een pipet nauwkeurig, ja, in deze Erlenmeyer gedaan. En deze Erlenmeyer, ja, die is natuurlijk ook weer gespoeld, ja, gespoeld met water, daarna gespoeld met deze onbekende oplossing. Dan laten we, en vaak doe je zo'n titratie doe je meerdere malen, want de eerste keer heb je natuurlijk geen flauw idee hoe zuur deze oplossing is. Dus per milliliter laat je deze vloeistof, laat je die natronloog in de oplossing zakken, waar ook een indicator in zit. En die indicator is natuurlijk zo goed gekozen, zodat je die precies of rond de 7 omslaat. Kan iets meer zijn, kan iets minder zijn, in die pH's maakt dat niet zo heel veel uit. Ja. Maar die pH 7, daar gaan we dus gebruik van maken. Dus we laten milliliter voor milliliter laten we die oplossing inzakken. Totdat we een kleuromslag krijgen. En die kleuromslag, ja, die is belangrijk. Dan noteren we natuurlijk, hè, we weten hoeveel oplossing er in de buret zat. We noteren hoeveel oplossing er nu nog steeds in zit. En die twee getallen, die trekken we van elkaar af. En dan weten we hoeveel milliliter er nodig was. Dan kunnen we een tweede, een derde en misschien wel een vierde keer kunnen diezelfde titratie doen. En we kunnen steeds nauwkeuriger zijn, want we weten bij hoeveel milliliter ongeveer, ja, die omslag, die kleuromslag plaatsvindt. En dan kunnen we dat, als we dat heel netjes kunnen doen, kunnen we met behulp van, hè, deze formule, H+ plus OH- wordt H2O, kunnen we bepalen wat de pH en wat de H+ concentratie van die onbekende zure oplossing was. Goed, vind je dit lastig? Ja, weet je niet meer precies wat een zuur is? Ja, kijk een van mijn vorige filmpjes. Misschien heb je een vraag, stel die beneden. Ja, veel succes in het lab en succes!